kijk op de documentaires. Nou kende ik die documentaires van haven tot gort, maar toch... Zijn er dingen, zaken die je nog bijgeleerd hebt of dat je nog niet wist? Dat niet, maar de timing waarop je denkt dat een bepaald beeld vertoond wordt, dat weet nog wel eens af van de audiodescriptie. Je moet je toch wel de regisseur nageven dat als je de documentaire ziet, alle twee, dat je inderdaad toch wel begint na te denken met wat dat je ziet. Dat je begint over een aantal vragen. En ik had begrepen dat die cinema verité, dat de bedoeling is om vragen te werpen. Nu, als je naar jou toe, hoe bekijk je eigenlijk die reportages? Want ik denk dat je dat al zo vaak gezien hebt, meegemaakt hebt. Maar hoe bekijk je nu 50 jaar later die twee documentaires? In een bepaald opzicht hebben ze hun actualiteit nooit verloren, denk ik. Het geeft best, denk ik, naar mijn mening, een beeld van hoe blinde mensen zich voortbewegen in het leven, omgaan met hun mogelijkheden en hun onmogelijkheden. Ik denk dat ze heel goed in beeld heeft gebracht, zeker in de eerste documentaire. En de tweede documentaire is indringender gemaakt en heeft in mijn optiek het leven van een puber ingezet. En dan wel van een blinde puber die ook woekert met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en zijn ongenuanceerde meningen en alles wat daarbij komt. Ongenuanceerde meningen die kwamen wel heel sterk naar voren. Voor mij was dat verrassend, iemand van 14 jaar zoveel meningen. Ja, dat was al. En ik denk dat je daarin niet af hoeft te wijken van mensen met een die gewoon goed kunnen zien. Dan heb je ook mondige en minder mondige mensen. In elk geval had ik mijn mondje wel bij me, dus dat lukte wel. Dat was duidelijk. Ik heb een televisiereportage gezien van 2012, waarin, dit was te zien op een van de Nederlandse zenders, waarin er op een gegeven moment zegt dat die reportage jou niet bevoordeeld heeft. Wat bedoel je daarmee? Als je de documentaire afzet in het tijdsbeeld van de jaren 60, dan staan daar wel wat stevige uitspraken in. Ja, ik persoonlijk kijk daar toch anders tegen aan. A, omdat ik het als kind heb beleefd en gezegd zoals ik het toen vond. En eigenlijk vind ik dat nog in de zin van, ja, ik kan me er helemaal in verplaatsen. Zo dacht ik. Alleen in het tijdbeeld van toen was het niet de bedoeling dat je dergelijke meningen ventileerde of dat je toch wel uitspraken deed waarvan men eigenlijk vond dat dat niet kon. En zeker als je een handicap had, was het toch zeker niet de bedoeling dat je dat naar voren bracht. Dat was niet de bedoeling. Wat men eigenlijk in beeld had willen brengen was de mogelijkheden van blinde mensen en hoe goed ze wel waren en wat ze allemaal konden. En dat ze eigenlijk zo snel mogelijk moesten integreren in de toenmalige maatschappij. En dat het met zo'n hoog mogelijke opleiding en je huis zo duur mogelijk verkopen. En dat je dan eigenlijk niet zoveel onder zou hoeven te doen. Sterker nog, dat je eigenlijk beter zou zijn dan je ziende collega. Of dat waar is, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij, maar zo was wel het tijdbeeld van die tijd. Maar dat betekent eigenlijk dat je zegt, nu met 60-jarigen en dan met veel levenswijsheid, ik neem eigenlijk niet zoveel woorden terug voor wat ik toen gezegd heb. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Mensen van 45 zijn voor kinderen van 14 jaar oud, punt. Dat is helemaal niets bijzonders. En,
kijkt naar de pubers die ook opstandig zijn naar ouders toe of leerkrachten of mensen die in hun omgeving die leeftijd bereikt hebben. Dus ik begrijp dat volkomen en ik hoor het nu dagelijks van ik ben zoveel jaar over de datum of zoveel jaar over de datum. En dat is natuurlijk allemaal afgezet ten opzichte van 45. Ja, je bent nu zelf 18 jaar over de datum, goede vriend. Ik vind het fantastisch. Zo is het gewoon. Als we nu eigenlijk, ik weet dat je ook in die televisiereportage hebt op een gegeven moment gezegd van ja, ze sloten ons op in een internaat en we kwamen er niet echt zoveel buiten. Nou, dat is natuurlijk zo. De tijd was zo dat de. Ja, ik kan niet voor andere landen spreken natuurlijk, maar in Nederland was het in elk geval zo dat zeker in de jaren 50 schuimde men echt het land af om blinden en slechtzienden op te sporen, om ze vervolgens onderwijs te geven in mooie bosrijke omgevingen met leerkrachten en alle faciliteiten die daarbij horen, zoals sport en al dat soort zaken. Daar kun je heel veel kritiek op hebben. Het heeft mij qua mobiliteit in elk geval niet geschaad. Ik heb geleerd hoe ik daar toch wel mee moest omgaan. Alleen, het betekende wel dat je in een dorpsgemeenschap leefde met een beperkt aantal mensen waar je het mee moest doen. Dus je had aan de ene kant gewoon een beetje, achteraf gezien, een beetje het gevangenisgevoel van die jongens die kennen elkaar allemaal. Dus je had maar één woord nodig om te weten hoe het in elkaar zat. Dat kun je een beetje vergelijken met mensen die op kostschool gezeten hebben in Engeland. Dus dat is ook wel heel sterk, hè? Je hebt op die school gezeten of die school. En wat, ja, het heeft aan de andere kant heeft dat natuurlijk ook wel de integratie zeker niet bevorderd. Want voordat je als blinde werd losgelaten in de maatschappij, had je je complete opleiding op een internaat, een besloten gemeenschap, had je al achter de rug. En dan moest het pas beginnen. Dat was al het maatschappijbeeld in de jaren 60. En nu, je ziet nu 2015, wat denk je er nu van? Nou, in bepaalde opzichten denk ik dat het iemand geen kwaad doet als hij een paar jaar internaatopleiding zou doen. Omdat daar faciliteiten geboden zouden kunnen worden die je in de maatschappij niet hebt. Zoals sportfaciliteiten en dat soort zaken, die vind ik wel heel belangrijk om te leren hoe je met je lijf moet omspringen en dat je niet, dat heb ik toch regelmatig meegemaakt op late leeftijd, dan kun je wel aan andere sporten deelnemen, maar dan moet ik hardlopen aan het handje van een ander. Of ik moet met iemand per se gaan fietsen. Ik heb op het internaat zelf gefietst, los gewoon, ik wist de weg en dat kun je letterlijk blindelings doen, je wist echt hoe dat moest. En je kunt als je blind bent niet zomaar ergens in een straat gaan fietsen, dat is levensgevaarlijk. Dus het heeft me, aan de ene kant heeft me dat heel veel voordeel opgeleverd in mijn ontwikkeling, mijn lichamelijke ontwikkeling. En aan de andere kant denk ik dat het heel goed is dat je integreert in het gewone leven door zo vroeg mogelijk gewoon in een klas te kunnen functioneren. Alleen dat vraagt wel wat. Maar dat betekent dat vroeger het maatschappijbeeld was dat toch helemaal anders dan nu. Vind je dat er een evolutie is gekomen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee, ja, in Nederland is het zo, ik denk dat in België ook wel zo is, dat het streven er toch wel op gericht is om kinderen eigenlijk vanaf de basisschool gewoon in een omgeving te houden. En dat dan wel met begeleiding vanuit de diverse opleidingsinstituten die daarvoor geschikt zijn. Dat is nu wel zo. En ik heb daar in die zin geen oordeel over. Dat ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar het lijkt me niet makkelijk. Want het is niet zo simpel. Zijn er reacties uit de zaal eventueel? Ja,
moet je misschien met een micro versterken. Moeilijk te luisteren. De luisterinstallatie misschien een beetje. Niet zakelijk. Ja. Ja, we moeten dan echt heel dichtbij gaan staan. Dat we doen ons best. Goed. Maar misschien de vraag nog eens even herhalen. Nou, laat ik het proberen duidelijk te maken en zoveel mogelijk bij mezelf te blijven. Er komt een punt waarop je in de gaten krijgt dat je anders bent dan andere kinderen. En hoe kom je door dat punt heen? Dat, zolang je op een internaat zit, kun je, ja, dan ben je weer onder elkaar en er is in feite geen, laten we zeggen, er is gelijkheid. En die heb je gewoon in de maatschappij. Is die gelijkheid in mijn optiek niet aanwezig? Jij hebt toch die beperkingen waarmee jij moet leren omgaan. En het lijkt mij niet makkelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik naar een reguliere middelbare school ging, dat vond ik verbazingwekkend moeilijk. En natuurlijk is het me wel gelukt. Maar nou, ik vond dat niet eenvoudig, moet ik zeggen. Nee. Want je bent toch, je mobiliteit is anders, je moet, je bent altijd bezig om om slim te zijn, om toch de mensen datgene voor je te laten bewerkstelligen wat voor jou op dat moment van belang is. En dat geeft een hele andere, dat is toch een hele andere gang van zaken, als dat je dus onder jezelf bent, waarbij ik niet wil zeggen dat moet worden, dat zeg ik niet. Maar het lijkt me niet eenvoudig. Er is momenteel wel rond onderwijs een grote discussie dat er moet meer inclusief onderwijs zijn en er moet minder in die grote instellingen gewerkt worden. En die trend is echt bezig. Maar dan kom je met je opmerking dat het niet altijd gemakkelijk is. Ja, zeg maar. Ik denk dat het qua onderwijs, hoe eerder je ervan doordrongen bent dat jij wel anders bent dan je ziende leerling, ik denk dat goed is. En dat je daardoor, als dat goed begeleid wordt, dat je dan sterker daaruit naar voren kan komen. Als dat goed begeleid wordt, lijkt me dat heel goed. Want als jij tot je 16e, 17e of soms nog langer in een besloten gemeenschap leeft en je wordt dan losgelaten, nou, daar heb ik geen beste ervaring mee, moet ik zeggen. Zijn er nog geen reacties in de zaal? Opmerkingen? Ja, het is vooral het gevoel dat tussen gelijkgestemden moeten zitten, die dan meer veiligheid geeft om dingen te leren. En denk je dat het dan nuttig is om dat zo even te doen, dat dat nog wat meer mogelijkheden biedt dan in de geïntegreerde klas te zitten? Nou, soms denk ik van wel. Ik zeg niet dat je dat lang moet duren in de zin van 10 jaar of zo. Maar ik denk dat het in een bepaald opzicht of in een bepaalde periode je wel kan helpen. Wat sterker in de dingen te staan, al zou het alleen al zijn om te weten hoe een ander het doet met dezelfde visuele beperking. En dat kom je niet tegen als je als kind gewoon met ziende collega's omgaat, want jij moet leren met je blindheid om te gaan in een maatschappij die niet blind is. Dat is uitermate belangrijk en dan moet je sterk in zijn. En die dus niet rekening houdt met jou op dat moment. Precies. Er wordt helemaal geen rekening met je gehouden als kind. Ik bedoel, ook kinderen onderling houden geen rekening met elkaar. Dus waarom zouden ze dat doen als je blind bent? Je bent een van hun. Of je bent anders. En daar moet jij mee om weten te gaan. En dat is, dat,
Dus ik denk dat het in bepaalde opzichten niet zo gek is als je een tijdje onder gelijkgestemde bent, als zou het alleen al zijn om eens vrijelijke sport te kunnen bedrijven op een manier zonder obstakels en moeilijke dingen van drukke straten of niet aangepakt. Wij hadden op het internaat hadden wij een, om maar iets te noemen, een aangepaste sintelbaan van 400 meter. Waarin de hoeken geasfalteerd waren. Nou, die zijn op gewone sportterreinen niet, om maar eens iets te noemen. Als wij moesten verspringen, hadden wij 2 meter voordat de zandbak kwam, hadden we daar een geasfalteerde strip, om maar iets te noemen. En ja, ik heb daar heel veel profijt van gehad, want dan kun je voluit gaan in de dingen die je doet. En als het een keer fout gaat, nou ja, dan lig je in de berm of weet ik veel, weer helemaal niks aan de hand. Maar dezelfde situatie krijg je dan toch ook later, als je gaat werken. En kom je ook in een groep van mensen die dan zien is. En dan ben jij dan die speciale waar dat niet altijd rekening mee moet houden. Nee. Vergis het me. Nee, dat is ook zo. En daar zal jij dan mee moeten omgaan. Dat is dan wel het doel dat je dat, dat je daarmee zelf probeert je, een beetje een mens te zijn. Die ook door anderen, dat je probeert ook dat mensen het niet zo moeilijk vinden om met jou contact te maken. Want dat is niet zo makkelijk. Want blindheid wendt nooit. Geloof mij, dat is zo. Als je nu een relatie hebt met iemand die blind is, en dat maakt niet uit, dat kan een vriend, vriendin zijn, maar dat maakt niet uit. En dat duurt een paar jaar en je ziet iemand 10 jaar niet. Dan begint in feite de relatie opnieuw. Dan moet je weer aan blindheid wennen. Dat is mij zo vaak overkomen. En ik kan natuurlijk niet zeggen dat het altijd, maar ik durf dat best hardop te zeggen dat blindheid niet wendt. En als dat zo zou zijn, dan zouden al die voorlichtingscampagnes over visuele handicap of wat ook, die zouden al lang hun beslag hebben moeten hebben. Want er is, denk ik, over blindheid in de afgelopen 50 jaar zoveel aan voorlichting gedaan. In Nederland in elk geval. Ik kan het niet voor België spreken, maar voor Nederland zeer zeker. En in feite kan ik niet zeggen dat we er nou echt op vooruit zijn gegaan in de zin van dat we meer geïntegreerd zijn dan pakweg 40, 50 jaar geleden. Daar geloof ik geen best van. Maar dan tegenover die 50 jaar geleden. Wat dat er wel veranderd is, dat zijn er is een heel ander wettelijk kader opgericht. Ik bedoel, discriminatie bijvoorbeeld in Vlaanderen, dat staat heel duidelijk dat dat ook op grond van handicap kan gebeuren. Toch zijn al die kaders geschapen en jij zegt, eigenlijk is er niks veranderd. Nou, laten we zeggen, er zijn wel voorwaarden geschapen om om de arbeidsomstandigheden te verbeteren ten opzichte van mensen met een visuele beperking. Maar dat wil nog geen zin zeggen dat, tenminste in mijn optiek, dat we daarmee vooruit zijn gegaan in de zin van, kijk, laten we het zo zeggen, de voorzieningen die zijn stukken beter dan 40, 50 jaar geleden. Dat is natuurlijk zo als we bekijken hoe de hedendaagse informatie, technologie is verbeterd, hè? Screenreaders en allerlei hulpmiddelen waarbij we gemakkelijker onze weg kunnen vinden. Dat is allemaal wel verbeterd, maar of we daarmee meer geïntegreerd zijn in de samenleving als groep, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. In spijt van alle wettelijke kaders die dan opgestart geweest zijn. Want bijvoorbeeld heb je nu ook het VN-verdrag in verband met de rechten van personen met een handicap. Dat is een heel groot wettelijk kader waar dat alle rechten staan beschreven. En toch is het heel opvallend dat je heel gedecideerd zegt, eigenlijk is er niet veel veranderd. Nou, je had het aantal mensen dat werkt in de maatschappij, dat is toegenomen. En er moeten toch hele stevige
maatregelen genomen worden om nog altijd mensen aan het werk te krijgen. In Nederland gaat het een zogenaamde 5%-regeling. Dat werkgevers verplicht was om 5% van de mensen die een handicap hadden of hebben in dienst te hebben. Ja, of het gehaald wordt, ik weet het niet. Ik ben bang van niet. In Vlaanderen zijn er ook cijfers. Ze noemen dat niet quotas, maar cijfers. Dat is een ding. Maar daar hebben ze bepaald 3% en op dit moment halen ze net niet 1,5%. Dus ze zijn er nog niet in Vlaanderen. Ik heb het over de Vlaamse overheid. Maar dat gaat toch altijd zo in Nederland. Dat weet ik zeker. En dat verbaast mij toch wel. Dat, ik denk dat het is een beetje subjectief, dat weet ik. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar ik denk dat er geen handicap is waar zoveel volle belichting over gegeven is dan de visuele handicap. Daar is zoveel materiaal over. En ja, de voorzieningen zijn er wel. Dat is het punt niet. Maar hoe krijg je die mensen echt aan het werk of in reguliere sporten? Wat mij zo ontzettend verbaast is dat er zijn zoveel sporten, ook in blinde organisaties in Nederland, want daar kan ik het alleen maar over hebben omdat ik dat weet. Maar als nou één sport is waarvan je kunt zeggen, die kun je gewoon geïntegreerd uitoefenen, dan heb je echt je blindheid feitelijk niet voor nodig, dan is het roeien. Dan zit je in een boot, je bent met een team bezig, je sociale netwerk kun je daarmee uitbreiden en die sport wordt door zo ontzettend weinig mensen beoefend. Daar waren we verbaasd over. Dat is het. Zeg maar. Ik heb een vraag over de rolstoel, maar wat er in Nederland gebeurt is dat in het begin zei de middelbare school dat ze het alleen redden omdat ze met extra slimheid dingen om je heen kon bewerkstelligen. Dat blijft je hele leven. Klopt. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ook met roeien, want je hebt zelf ook gegroeid. Je hebt altijd een plus nodig of iets ter compensatie. Dat je heel goed bent in bestuur of heel goed bent in organiseren. Je hebt altijd een plus nodig om bij mensen in de boot te mogen zitten. Omdat dat mensen zijn 100% gezond. En die willen alleen als jij ook 100%. Want zij zijn streven naar de medaille. Helaas. Dus dat heeft niets te maken met letterlijke quota's, maar dat heeft een extra talent. Dan kan jij je meten in. Ja, maar daarom helpen die wettelijke quota ook niet. Nee, precies. Nee, ik ben het eens. En dat verbaast me. Ik bedoel, de voorzieningen. Als we kijken hoeveel geld aan voorzieningen wordt gespendeerd, als je dat bedrijfsmatig zou afzetten naar het rendement van dat soort zaken. Dan waren ze er lang mee gestopt. Nee, maar dat hoeft niet. We mogen wel de opleidingen doen. En we mogen van alles leren. We mogen de voorzieningen hebben. Dat is het punt niet. Maar we komen niet daar waar we zijn. Nee, maar je hebt dus intrinsieke mogelijkheden. Die kan je zelf doen. En extrinsieke. En dat loopt niet parallel. Nee. Helaas niet. Ik moet zeggen, uit onze ervaring vanuit de Bijenliga, wat je juist komt te zeggen. Dat bevestigt gewoon onze regelmatige ervaring van mensen die bij ons komen. Dus ik heb voor jullie gelijk. Nou, maar je moet het niet per definitie laten zeggen. Kijk, als je ermee stopt, dan. Nee, zeker niet. Nee, dat bedoel ik. Wat dat betreft blijf ik, zolang ik, dat zeg ik altijd, zolang ik op deze wereld ben, blijf ik de wereld tarten met mijn mogelijkheden en mijn onmogelijkheden misschien. En ik blijf ze misschien mee vervelen, maar zolang ik er ben, wil ik ook weten dat ik er ben. En wil ik ook laten weten aan andere mensen dat ik er ben. En proberen dat te bewerkstelligen wat ik wil en wat ik kan. Maar dat is helaas inderdaad maar voor een select. En niet dat ik nou zo bijzonder ben, maar ik denk inderdaad dat het gelijk heeft dat het niet voor velen is. Zijn er andere mensen zelf? Beeld zetten van welk soort werk mensen goed zijn eigenlijk in de uitvoering. Maar
Ja, ik ben voorlichter geweest bij een verzekerings, nou, sociaal verzekeringsinstelling in Nederland. Die te maken had met het uitvoeren van wetgeving op het gebied van alles wat met arbeid te maken heeft, zowel voor werknemers als voor werkgevers. U kan ook misschien nog aanvullen. In de Breiniga hebben wij een dienst die erkend is door de VDAB als een partner. Wij begeleiden blinde, slechtziende werkzoekenden naar werk. En wat Herman hier zegt, is een verhaal dat heel regelmatig terugkomt. Maar als jij vraagt, wat is allemaal mogelijk? Enerzijds hangt dat allemaal van de persoon zelf, maar dan heb je die extrinsieke aspecten waar je het over hebt, dat speelt ook enorm mee. Dus je hebt eigenlijk de persoon zelf die moet willen, die moet kunnen, maar als de werkgever niet voor niets openstaat, heb je ook een probleem. En als de collega's niet echt openstaan, is het ook een probleem. Maar hoe dan ook, jaarlijks begeleiden wij wel tientallen blinden en slechtzienden naar de werkstelling in het normale arbeidscircuit. En dat kan gaan van, meestal is dat een administratieve functie, maar dat kan ook zijn een jurist die de functie van jurist, we hebben heel veel functies al gehad. Dan kom je aan het verhaal, die plus, die extra plus die erbij moet zijn om kansen te krijgen. Nu, iets dat ik nog aan toe wil voegen aan de discussie is onwetendheid. Volgens mij zijn er ook heel veel, bijvoorbeeld hier in deze discussie, werkgevers die gewoon niet bij stilstaan dat een blinde ook kan werken. Zo grof komt het soms over. Die onwetendheid is blijkbaar toch ergens een element dat heel moeilijk ligt. Ondanks dat, zoals Herman zegt, er in de laatste 50 jaar al zoveel acties zijn ondernomen, blijft van wat een heel groot probleem. Ja, daar gaat het volgens mij over een opvoeding van de maatschappij. Hoe keer je aan blinden op tv ziet, dan zei dat het iets bijzonders kan. Ik heb hier een blokje blinden gezien. Sorry? Of in een ander programma. Het is alleen in blokken, dat is een programma op de Vlaamse televisie. Alleen als een blinde iets bijzonder kan, dan nog niet in. Ja, maar dat is nu juist het probleem. Tenminste, dat vind ik dan. Kijk, je kunt wel, die tendens is er natuurlijk altijd geweest, dat als we een blinde hadden die het helemaal gemaakt had, dan werd dat breed uitgemeten. In Nederland hebben we een man als Bert van den Brink, dat is onze lieve heer, zo'n beetje van de lichte muziek. En iedereen, als je niet zo goed bent als meneer van den Brink, dan ben je in de muziek eigenlijk niet goed. Om maar eens iets te noemen. En zo hebben we nog wel een paar mensen. En als iemand toevallig een klein beetje afwijkt, of je, nou ja, ik doe zelf heel veel aan muziek, maar je wordt altijd weer geadviseerd met Ray Charles, of Stevie Wonder, of dit soort waanzinnige onzin die je maar, nou, dan kan ik er nog 25 op noemen, maar dat zijn de mensen, daar gaat het om. Daar kun je je niet aan meten. Maar men legt je gewoon dat in de mond, of men vindt dat je zo zou moeten zijn en daarom, dat is het moeilijke ervan. Je wordt heel sterk neergezegd aan mensen die men kent. En op de ene of andere manier is het hebben van een handicap een beetje voor de meeste mensen als zoiets als een tandartsgevoel van ik krijg er pas mee te maken als ik er last van heb. Ja. En dat klinkt lullig,
Maar het is echt zo. En het is niet onwil, denk ik. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje hebben. Als ik iemand tegenkom, ik ben jaren voorzitter geweest van een geleidehondenvereniging in Nederland. En toen kregen we op een gegeven moment kregen wij mensen die doof waren, of die ook mee mochten met een weekend. Nou, ik kan je de verzekering geven dat het bestuur echt op zijn achterste benen stond van, ja, maar dat kunnen we niet doen, dat kunnen we niet met die mensen communiceren. En als er wat gebeurt, is het levensgevaarlijk en daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus wij doen feitelijk precies hetzelfde. En daar moeten we ontzettend mee uitkijken. Dat als, maar ja, wij zijn ook mensen. Dus ik vind dat ongelooflijk moeilijk. En ik weet ook niet hoe je dit soort dingen moet doorbreken. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Door constant op dezelfde nagel te komen. Eeuwig in 3 dagen. En die 3 dagen zul je nodig hebben. Want zoals je zelf zegt, sensibiliseren is heel moeilijk. Omdat de mensen er op zich niet mee te maken hebben. En pas als ze er mee te maken hebben, dan staan ze open. Dat is heel moeilijk om dan mensen te informeren of werkgevers te informeren. Ja, zeg je maar. Ja, dus al de rechten die de mens met een handicap heeft en tegenwoordig krijgt, is er één dat echt ontbreekt voor mijn gevoel, dat is het recht op zijn handicap. Ja. Hij moet echt, wanneer dat in de zijn, de plus erbij hebben. Of, en het is precies alsof dat voor de mensen die dan geen handicap hebben, dat schuldgevoel, hoe je daar al meer welke reden schuldig tegen, dat als ze dan toch iets speciaals kunnen, dan zijn we weer gerust. Dan moeten we, wij, maatschappij, die geen handicap heeft, niks doen. Mm-hmm. Ja. Ik even herhalen, tot slag, hebben we de vraag of de opmerking niet hoort. Ja, mogen we niet, mogen we de micro? Is het niet verloven in die vak of zo? Ja, dat doet het niet. Die microfoon doet het niet. Maar nu ben ik even de draad kwijt. Ja, iemand gewoon recht op je handicap hebben. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal goed begrijp wat ik moet doen. Dat mensen met een handicap er ook mogen zijn zoals ze zijn, zonder dat ze moeten werken. Zonder dat ze nee, maar natuurlijk is dat zo. Recht hebben op, ik zeg maar wat, moeder, vaderschap. Dat is dus het gaat hier, de discussie gaat over recht op handicap, recht op het zijn. Gewoon van geen werk hebben. Ja, ja. Nou ja, dat is, maar de meeste mensen die het. Ik denk ook dat het zo is. Tenminste, in die zin. Nee, ik geef u. Ik denk dat u daar best gelijk in heeft. Alleen. Denk ik dat er best veel mensen zijn die wel zouden. Kijk, arbeid is niet zaligmakend. Dat niet. Maar het is wel heel prettig. Heel eerlijk gezegd, en zo voel ik het, dat ik mijn hand hoef op te houden en dat ik mag zeggen dat ik zelf mijn geld kan verdienen. En als je dat niet kunt, vind ik dat de maatschappij gewoon daar ook wel een steentje aan mag bijdragen om mensen te steunen. Dat vind ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Met andere woorden, als ik, ik vind het niet erg om belasting te betalen. Om de dood eenvoudige reden dat een ander die minder fortuinlijk is als ik, daarvan mag en kan profiteren. En dat recht moet je hebben. Alleen, hebben we dat altijd? Ik denk het niet. Het wordt ging steeds meer in de gaten te krijgen dat de tolerantie ten opzichte van mensen met een handicap minder wordt. Ja. En dan speelt de crisis ook een hele rol. Ja. We merken ook, als we het hebben over terechtstelling, dat het zeer moeilijk wordt met de crisis. Er is weinig overschot en dan zijn er mensen die eerst slachtoffer van. En dan merken wij ook. Nog een reactie uit de zaal? Ja, zeg maar. Jullie leiden mensen op voor het werk zelf, maar hoe vaak hebben jullie de kans om een opleiding te krijgen als zij echt willen doen? Dus jullie werken aan ja, dat kunnen ze volgen en later in de maatschappij die job uitvoeren, maar misschien hebben die helemaal andere interesses. Nee, dat is niet de manier waarop we werken. Maar ik heb het dan wel over dus onze erkenning vanuit de VDAB. Wij leiden niet mensen op tot een bepaald beroep. Dus bijvoorbeeld maatschappelijk assistent of jurist, dat doen we niet. Meestal komen ze bij ons en vragen ze echt een begeleiding naar de werkstelling. En dan gaan we bekijken
als die man jurist is, ik zeg maar iets, dan gaan we bekijken samen met de persoon wat er nog meer moet gebeuren. Dat kan zijn talen, dat kan zijn ook gewoon voorbereiden op die sollicitatie, zo'n zaken. Maar de competenties liggen wel met de persoon al zelf. Wij gaan niet bepalen, je gaat kok worden, tenzij dat iemand kokopleiding, koksopleiding heeft gevolgd en dat het niet lukt. En dan wordt er bekeken welke andere mogelijkheden er zijn. Nee, zo werkt het niet. Maar ik weet dat in sommige landen dat wel zo is. Dat er maar in een opleidingscentrum misschien maar een stuk of 7 of 8 opleidingsscholen zijn. En dan wordt het dat. Maar zo proberen wij niet te werken. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat je kan wel zeggen dat je iets wil, maar dat het wel, dat we heel, laten we wel eerlijk tegen elkaar zijn en zeggen van dat beroep kun je gewoon als mensen met een visuele handicap niet uitoefenen. En dan durf ik me ook weer heel raar uit, want er is natuurlijk een verschil of je ziet, of je iets ziet of niet ziet. En iemand met een visuele beperking, dat zegt in feite natuurlijk niks. We het hebben over slechtziende mensen, die kunnen weer andere beroepen uitoefenen als iemand die blind is. Laat ik het zo zeggen, ik kan geen chauffeur worden. Even heel puur sec. En ook geen treinmachinist en ook geen piloot. Heel simpel. En er zullen beroepen zijn die op het randje zitten. Nou, dat moeten we dan maar zeggen met z'n allen, van dat moet je te veel voor investeren om daar misschien een job in te vinden. En als je denkt dat het wel kan, dan denk ik dat eigen initiatief in dat opzicht wel van de alleroogste orde moet zijn om je doel te bereiken. En anders gaat het niet lukken, denk ik. Maar ja, ik denk dat op het advies van de opleidingsinstituten of onderwijsinstellingen, dat die daar ook duidelijk in zijn van wat mogelijk is, of waarvan men denkt dat het mogelijk is. Er zullen best beroepen zijn waarvan we het niet weten. Ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Ik was in de tijd in het internaat, was er een leraar die zei, en dat kan ik me achteraf wel voorstellen, ik was natuurlijk gedroeg nogal bij de hand. Dus ja, maar moet je ook handig zijn, blijkbaar. En die had zoiets van, jij zou best automonteur kunnen worden, want jij kan best horen aan een auto of die motor goed stationair loopt. Ik denk dat iemand daar gelijk in had. En mijn vader zei, dat gaan wij niet doen. Want jij zult nooit een echte goede machinebankwerker kunnen worden. Om dingen te maken. Om de dood eenvoudige reden dat je dat zo'n bank moet laten afstellen door iemand die dat ziet. En dan ben jij afhankelijk. En dan deug je niet voor dat beroep. Dus dat moet je helemaal niet willen. Dat kan helemaal niet. Nou, ik denk dat daar een vorm in zou moeten worden gevonden worden van, nou, dit denken wij dat het haalbaar is en wat denk jij dat kan? Ook in aanmerking genomen aan je kwaliteiten die je hebt, maar dat er meer mogelijk is, daar ben ik van overtuigd. En zeker in de huidige technologieën zijn er toch echt meer beroepen mogelijk dan 50 jaar terug. Ben ik van overtuigd. Alleen weet ik dat touchscreens weer een groter probleem ontworpen zijn. Aan de ene kant geeft nieuwe technieken absoluut een plus, maar langs de andere kant moet er ook opletten dat de digitale kloof ook nu weer groter wordt, omdat het heel erg visueel is. Nu. Ja, maar soms heb ik wel eens een beetje het gevoel dat de organisaties die menen voor blinden en slechtzienden te moeten werken, dat die naar de overheid toe soms wel eens een beetje te lief is. Geef nou maar aan dat er technologieën zijn, hè, zoals voice-over, touchscreens en al dat soort zaken. Maar dat de toegankelijkheid, alleen al de toegankelijkheid van websites, daar zijn we het nog steeds niet over eens.
daar zijn wettelijke regelingen die dat voor elkaar moeten maken. Maar het is nog steeds het rond. Er zijn nog steeds mensen die aan de bel moeten trekken bij de overheid. Van jongens, dit klopt niet, dit is niet goed. En dit werkt niet. Daar moeten we nog steeds mee aan de gang. Nou, dat is met een heleboel zaken zo. Hè, ik constateer dat bijvoorbeeld bij die hele voice-over situatie van Apple. We hebben er zo hard over geschreeuwd dat het zo fantastisch was wat die meneer Jobs allemaal voor elkaar had gemaakt. Als we niet uitkijken, dondert het gewoon weer in elkaar. Want de dingen gewoon hollend achteruit. En dat is erg jammer. Maar ja, er wordt geen vuist gemaakt in dat opzicht. We proberen het allemaal voor onszelf het wiel weer opnieuw uit te vinden. En er is in feite geen groepsvorming meer. Nou is dat een algeheel maatschappelijk probleem. Maar je zou toch zeggen met mensen die een gemeenschappelijk belang hebben, dat die meer een vuist zou maken. En dat is het wel. Als je nu je kunt je richten naar de ziende kijkers hier, die de twee documentaires meegemaakt hebben, wat zou je ze eigenlijk willen meegeven als boodschap vanavond? Want we hebben het gehad over onwetendheid, we hebben het gehad over kansen. Ik heb het ook even aangehaald dat er ongelooflijk veel wettelijke kaders bestaan, en toch zegt. Zeggen jullie een beetje dan, ja, toch zijn er nog zoveel problemen. Ja, ik kan dat niet zeggen. Ik probeer me altijd ook te verplaatsen in de andere kant. Dat ik goed zou kunnen zien. En hoe zou ik daarmee omgaan? Wat zou ik daarvan op? Ik weet het niet. Dat vind ik best moeilijk. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Want op zich speelt iedereen wel een rol in de maatschappij. Ja. Als buur, als collega, als medestudent, als werkgever. En dus iedereen moet toch voor een stukje openstaan voor een aantal zaken. En zoals mevrouw het zei, het recht hebben om met een handicap te leven. En het kan ook. Tuurlijk. Nog een reactie uit de zaal? Ik denk dat wij onderschatten hoe het gesteld is met de handvaardigheid van blinde mensen. Het heeft ook met de handen dat het gelijk vliegt. En zeker het ambachtelijk werk. Ik denk dat wij dat onderschatten. Dus ze kunnen meer dan dat. Maar die situaties bestaan inderdaad beschutte werkplaatsen. Er bestaat het normaal arbeidscircuit, het reguliere circuit. Dus dat gebied zijn al een aantal mogelijkheden. En dat de handvaardigheid misschien wat meer in de picture zou kunnen, ja, misschien wel, blinde meubelmakers of weet ik veel. Ja, waarschijnlijk wel, alleen ja, waarom zijn ze er niet? Ik heb geen idee. Ik heb, dat is ook, ja, ik wil het toch wel graag genoemd hebben, omdat ik heel veel affiniteit heb met geleide honden. Ik heb dus, zoals ik al zei, was ik jaren voorzitter van het geleide hondenclub. Maar ik had ook zoiets van, hé, die tuigen die die honden om hebben, dat is allemaal wel leuk. Maar is dat nou wel, moet dat zo? Kan dat niet anders?
zijn er niet meer van je tijd mogelijk. Ik heb jaren heb ik beugels en tuigen gemaakt voor geleidehonden. En dan werkte die toch op met kolomboren en freesmachines en op een manier dat ik weet nog wel, dat was een man die kwam dan, die zat in de scheepsbouw, in de jachtbouw, die kwam een keer bij mij op zolder, die zei van ik ga weg. Want als ik jou daar zo zie met die handen bij die draaien in het boor, dan word ik kotsmisselijk van. Het hoeft maar één keer fout te gaan en jij leest nooit meer een braaienzin. Dat gaat nooit goed. Nou, dat is dus het beeld dat mensen hebben dus blijkbaar van, als je niet ziet mijn vader, had er ook een beetje van, dat moet jij niet doen, want dat kun je niet bekijken. Nou, die man die is met mij opgegroeid, die wist wat ik kon. Dus en dan kun je naar een sociale werkplaats of alles wat, hoe dat dan heet, dat klinkt een beetje naar als ik dat zeg. Maar dat is ook maar voor een bepaalde groep weggelegd, voor mensen met een, misschien wat mindere bedeelde vermogen om iets te kunnen. Ik bedoel, borstels maken en matten vlechten. En het zijn allemaal dingen die je moet. En wasknijvers worden in de gevangenis gemaakt. Nou, als mensen daar gelukkig mee zijn, dan zou ik zeggen, hoe dan? Of schedelampjes in elkaar blazen met een compressor of weet ik veel. Ik weet die dingen altijd al uit elkaar klappen, dat vond ik veel leuker. Maar daarmee leg je het werk, laten we zeggen, het aantal mensen die zouden willen werken en het zouden kunnen, leg je daar niet mee. Dat lukt niet. Sterker nog, het wordt alleen maar afgebouwd. Dus daar gaan we weer. Ik weet het niet. Ik zou eerlijk gezegd niet weten dat ik aan mensen die gewoon zien moet meegeven van hoe je daarmee om moet gaan. Wat ik alleen kan zeggen, dat is, ik denk dat als je met elkaar omgaat op vriendschappelijke basis, dan telt een handicap in veel mindere mate, omdat je het veel meer een kwestie van geven en nemen is dan. En dan gaat het allemaal wel wat makkelijker. Maar als je alleen al dingen wil bewerkstelligen, ik heb tijd geprobeerd om een eigen bedrijfje te beginnen in geluidstechniek. Als je, ook al is het je beste vriend, iets vraagt in de zin van zou jij voor mij, ik noem maar wat, een bepaald script kunnen schrijven om een bepaald programma zodanig toegankelijk te maken dat ik daarmee een programma kan bedienen om een hele studio aan de gang te krijgen. Dan wil je dat best doen, alleen wanneer. Dat kan, dat weet ik niet hoe lang dat duurt. En zo zijn er zoveel van die. Dus ik weet het gewoon, ik kan het niet zeggen hoe je dit probleem zou oplossen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld in Denemarken, daar weet je dan toevallig van. Daar kunnen mensen als ze naar de sportschool willen, ik noem maar wat. Dan hebben ze 5 uur in de week, hebben ze gewoon iemand ter beschikking. Ik noem dat gewoon een of andere geleide hond, maar dan op 2 poten. Die je gewoon, ik vind het fantastisch dat het bestaat. Maar ik word er echt niet goed van. Ik zou het niet willen dat ik daar aan het handje meegeworden in de sportschool. Of aan het handje meegenomen word om een boodschapje te doen. Of weet ik veel. Het is fantastisch dat het bestaat. En als er mensen zijn die daar profijt van hebben en die daar baat bij hebben, fantastisch. Maar ik moet er niet aan denken. Ik denk niet ook dat het toch oplost. Ik geloof er helemaal niet. Want daarmee kom je helemaal zelf niet tot ontwikkeling. Maar ik weet, ik kan het dus niet zeggen, ik weet het niet. Ja, zeg maar. Dus maar om terug te komen op die handen. Ik ben nu wel op pensioen, ik ben ooit manuele neurotherapeut geweest. En als je dat ziet, dat onze handen bezeerd zijn en vertegenwoordigd. Dat is een monument, hè, de handen. En de rest van het lichaam, dat betekent niks. Hè.
zouden kunnen werken. Ik zou dat eigenlijk willen. Wij moeten de mensen die wel kunnen zien, en de regering, maar dus de instanties die daar eigenlijk, wij moeten die duidelijk maken dat ze met hun handen veel meer kunnen dan dat wij misschien kunnen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat meer is. Daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Ik vind het zo onwaarschijnlijk. Ik ben nog maar een slechtziende, dus ik kan het lezen, ik kan het alleen met problemen en lezen. Maar goed, maar ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een rijschrift zou kunnen opschrijven met mijn handen. Dat is toch wonderbaar? Dat moet eerlijk zijn. Ja, dat is toch wonderbaar? Hè? Al die putten en die putten en die kom niet maar. Maar dat is toch belangrijk, dus dat de handen dus heel wat kunnen, waarvan wij eigenlijk nog geen idee hebben. Ja, maar ik wil er iets aan toevoegen. Op mijn woorden, bijvoorbeeld politie, dat ik niet goed dat vond hebben ze. Zo is het gebruikt. Ik heb een stukje gemist. De politie, zet die ook blind in voor telefoon thuis. Ja, inderdaad. Dus voor de oren. Alleen, het zijn ook dingen waar je niet direct aan denkt, hè, maar... Ja, we hebben toen meegewerkt aan het project. Alleen, het project is gestopt omdat er geen geld meer was van Binnenlandse Zaken. Ja. Veiliger. Nu ben je toch uitgepraat. Maar ja, bijvoorbeeld, het ligt op een callcenter, dat zou heel goed kunnen, hè? Ja. Ik denk dat het kan. En dat je, als je daar een beetje slimme mevrouw of meneer bent, zou je daar kunnen zien. Ja, veel mensen werken daar. Heel weinig. De enige manier is het wel een selecte groep gegeven om daar werkzaam te zijn. Je moet er ook in passen en daar moet je af en toe moeite voor doen natuurlijk. Maar ja, ik denk dat met alle dingen... Dat is ook met zien, dat is iedereen maakt zijn eigen keuzes voor zijn eigen job. En je bent natuurlijk qua verstrekking van informatie, nou spreek ik gewoon toch wel een beetje uit eigen ervaring, ben je gewoon toch niet zo snel als je ziet een collega, of je moet het allemaal uit je hoofd weten. Nou, dat zijn slechts enkelen die dat goed kennen. Maar dat kun je niet van de gemiddelde mensen verwachten dat hij dat in huis heeft. Maar zo kan ze informatie nu komen. Nou ja, en zo heb je dus, ja, in alle takken van sport, beroep of weet ik veel, heb je beperkingen waar je het mee moet doen. Er was een reactie met mezelf. Ja, u zei net dat een project gestopt was, is er dan niemand kunnen gewoon doorstromen? Ja, dat is de mensen die toen meegedaan hebben aan het project. En een job gevonden hebben in die tapkamers, die werken daar nog. Dus maar een uitbreiding was niet mogelijk, omdat er daarvoor geen geld was. Misschien is het nu het moment om af te ronden en de discussie te sluiten. In ieder geval, en ook bedankt vanuit de zaal om mee te discussiëren, mee te reageren. Misschien ga ik toch een poging doen om naar de ziende kijkers toch ergens een boodschap mee te geven. Door wat we hier gehoord hebben, mee te nemen naar jullie eigen leefwereld. Er zijn een aantal opmerkingen gegeven. We hadden het over kansen, moeilijkheden. En dus mijn vraag is een beetje van, neem deze discussie, de opmerkingen die je gehoord hebt, neem die mee naar je eigen leefwereld. Je bent een buur, je bent een partner, je bent een medestudent of een werkgever. En dus op die manier, toch, als je de zaal uitgaat, niet direct deze discussie te vergeten. Als we dat kunnen bereiken, dan ja, zijn we toch al heel blij voor vanavond. In ieder geval, we hebben twee mooie documentaires die al een halve eeuw oud zijn. We hebben nog Herman Slobbe 50 jaar later hier bij ons. Fantastisch. Ik wil je ook nog bedanken. We hebben iets vanuit het Van de Maai liggen. Ik heb het hier achter gezet.
Het is misschien iets minder goed voor de lijn. Het zijn allemaal lekkere dingen vanuit Vlaanderen. We zijn Burgondiërs. Maar langs aan de kant, het is lekker. En nou, ik heb het graag gedaan en ik wil het toch wel even kwijt. Het is een primeur, dus ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben al 30 jaar geleden gevraagd om naar aanleiding van de documentaire om daarover te vertellen. Ik kan wel zeggen, in alle uithoeken van de wereld, ik heb het nooit gedaan met het idee van, volgens mij spreekt de documentaire voor zich. En ik hoef daar verder eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Het enige wat ik er nu aan zou willen toevoegen is dat het me verbaast dat een documentaire van bijna 50 jaar oud op een bepaald punt zijn actualiteit nog steeds niet verloren heeft. Nou, daar is er iets aan de hand. En daarom ben ik hier. En daarom ben je heel bedankt om daar hier te komen. Meer organisatie van het filmfestival. Ik denk dat voor iedereen mag spreken dat het een zeer rijke en heel mooie ervaring was vanavond. Ik wil graag jou helemaal stoppen. Zeker nogmaals bedanken om door die uitzondering te maken en hier vanavond aanwezig te zijn. De Braille-Liga om zo'n goede gastorganisatie te zijn vandaag. En jullie als publiek om ondanks de competitie met het mooie eerste land weer toch aanwezig te zijn. Ik wil jullie ook heel graag uitnodigen op de overige avond. Scoreboard van onze nieuwe toekomst hier staan met Wretches and the Jabbers. Dus graag nog een laatste warm applaus voor deze mooie avond en een fijne avond.